Ja, professor Rob de Wijk. Niet opmerkelijk, te veel reacties op mijn column zijn precies wat ik betoogde. Twitter geeft vooral een stem aan de losgeslagen medemens. Inclusief ondermijnen van je integriteit, neutraliteit en kennis. Tip, oordeel eens op de grond van de inhoud. Oké. Nou, dan kan ik hier een klein stukje lezen, trouw en hel. He, waar dat dus begint. Medio 2020 hoorde ik de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, betogen dat het Westen de aanval op de orthodoxe... Oké. Oordeel is op de inhoud. Oh shit, ik kan de inhoud niet zien zonder dat ik betaal. So much voor onafhankelijkheid. Huh? Rob? Als je mijn mening wil weten, moet je me even betalen. En dan laat ik je precies weten hoe het in elkaar zit. Maar ik ben ontzettend onafhankelijk. Ik heb integriteit en het beste voor met Nederland. Of niet, Rob? Huh? Ja, uw gratis artikelen zijn op. Oh god, oh god. Rob, hoe moet ik de inhoud beoordelen als ik ervoor moet gaan lopen betalen? Denk jij werkelijk dat jij zo ongelooflijk interessant bent dat ik daarvoor zou willen betalen? Post het gehele artikel hier gratis en dan wil ik best wel ernaar kijken. En dan wil ik het best lezen. En dan wil ik er best over nadenken. En dan wil ik daar best over debatteren. Huh? Integriteit, neutraliteit en kennis. Werkelijk. Rob, waar heb je je kennis opgedaan over Rusland? In Rusland? Je hebt daar, weet ik veel, misschien 20 jaar gewoond of zo? Ik weet het niet. Ik ken je verder niet, hè, Rob. Dus daar zal ik dan ook geen uitspraak over doen. Maar ik ben wel even benieuwd. Waar is jouw kennis over Rusland op gebaseerd? Je hebt een langdurige studie gevolgd in Moskou. Je bent daar een paar decennia aan het studeren geweest en hebt de Russische bevolking geobserveerd en bestudeerd en hoe hun systemen werken, et cetera. Want je hebt kennis. Dus ik bevraag je hierop. Waar is jouw kennis over Rusland op gebaseerd? Op diezelfde krantenartikelen die ik ook gelezen heb? Rob, je bent net zo onafhankelijk en integer als dat een hoer onafhankelijk en integer is als het aankomt op haar klandizie. Oh, je neukt zo lekker, je neukt zo lekker. Och, kerel, ik had het gratis gedaan. Of niet? Hè, Rob? Jij bent net zo onafhankelijk als een hoer. En ook overigens net zo betrouwbaar. Fijne dag, Rob.